rij hier door Amsterdam. Ik manoeuvreer me heel voorzichtig door alle drukke verkeer hier. Ik ben onderweg naar de coworking space Fosbury & Sons, waar ik elke dag een andere vrouw ga ontmoeten. Een creatieve denker, een leider, een entrepreneur. Want ik wil graag business tips gaan ophalen, hoe ik de toekomst moet herschrijven. Want dat we die moeten herschrijven staat wel vast. Maar ja, waar beginnen we en wat gaan we doen? Dus ik ben heel benieuwd wat ze ons gaan leren en wat ze mij gaan vertellen. Het is voor de tweede dag dat ik een gouden business tip ga ophalen. En vandaag ga ik op bezoek bij een Nederlandse designer die internationaal enorm aan het doorbreken is. Haar ontdekker noemt haar creatief en humorvol in alles wat ze doet. In haar designs, maar ook in haar hele wereld die ze om zich heen creëert. En haar team vindt haar heel kritisch, volhardend, gaat voor kwaliteit, maar altijd positief. Waardoor zij het beste in de mensen naar boven haalt. Ga met me mee. Hey Elsa. Hi, wat goed dat je er bent. Ja, je hebt zoveel meegemaakt in jouw bedrijf. In 2017 ben jij het tassen- en schoenenmerk Wandler begonnen. Ja. Je bent onlangs van 4 medewerkers naar 15 medewerkers gegroeid. Ja. Je wordt in meer dan 50 landen wordt je verkocht. Er is heel veel gebeurd. Ja, en dat ook nog eens zo'n complex jaar achter de rug. Ja. In hoeverre is jouw stijl van leidinggeven nou veranderd? Wat kunnen we daarvan leren? Ik weet niet zozeer veranderd, maar ik denk het was natuurlijk best wel een pittig jaar. En ik denk wat ik mijn team vooral heb proberen mee te geven is vertrouwen. Ja. En hoe geef je een team vertrouwen? Door ze op de hoogte te houden en niet achter te houden wat er speelt achter de schermen, maar wel te laten weten wat voor veranderingen ik maak en waardoor ik kan aangeven van het gaat goed komen. Ja, heel mooi. Ja. Dus daarmee ga je de toekomst goed tegemoet? Ik hoop het, ja. Ik geloof er ook heilig in. Hey, en je bent ongelooflijk veel aan het samenwerken met jouw team, wat je net al zei, maar ook met al je leveranciers internationaal, met heel veel persagentschappen, want de internationale pers heeft jou volop gevonden. Wat is nou echt zeg maar een soort van gouden regel voor een goede samenwerking? Ja, het is lastig. Ik denk een goede samenwerking is belangrijk dat je je aanpast aan verschillende culturen en verschillende mensen. Ik denk dat iedere cultuur anders werkt. Dus een Italiaans persoon werkt anders dan een Amerikaans persoon. Dus dat je daarin een beetje een chameleon bent. En ik denk dat het goed is dat je altijd nederig blijft in je samenwerkingen. Dus dat je nooit... dus dat je altijd op menselijk niveau blijft handelen en met iedereen ook die manier samen kan werken. En dan brengt dat, denk ik, de meest vruchtbare samenwerkingen. Heel mooi. Ik herken dat ook heel goed in jouw manier van hoe je die communities aan het bouwen bent. Want je bent best wel echt persoonlijk aan het leidinggeven. Je neemt mensen mee achter de schermen. Ja. Wat is daar de truc? Wat is daar je tip voor als wij onze community groot willen laten groeien? Oeh, vind ik lastig. Ik weet niet. Ik denk dat mijn manier van met mensen samenwerken met mijn team... Met mijn team is sowieso anders dan met de derde partijen. Maar ik denk met mijn team ben ik het meest bezig met... Ik denk dat ik best wel streng en best wel pittig ben. Maar daardoor is het wel allemaal heel duidelijk. En zijn mensen ook, denk ik, het meest... Voelt het meest licht of zo. Yeah. Dus ja, dus ik denk gewoon duidelijkheid is niet per se verkeerd. Nee. Ja. Nee. En de kwaliteit. Je zet heel... Ik vind kwaliteit bij jou echt de rode draad in alles wat je doet. Ja. En daarmee krijg je ook bepaalde talenten op je af natuurlijk. Ja, nou ja, wij doen, of in ieder geval ik, de sollicitanten die komen, pik ik echt uit. Soms heb ik wel, weet je, 30 mensen op dezelfde functie. En die laat ik echt opdrachten doen. En dan is het ook van, hoe is die communicatie dan als ik zeg van, hey, weet je wel, hoe zit dit of kan iets beter? Wat is dan iemand zijn reactie? Ik vind het vaak sterker als iemand zegt van, oh, wow, weet je wel, goed dat je het zegt, ik ga er nog eens naar kijken, mag ik een tweede kans? Van plaats dat iemand bijvoorbeeld direct in de verdediging springt en zegt, nee, maar weet je wel, zo. Ja. Want ik denk, je moet altijd open te zijn voor te leren. En ik denk dat dat de kracht is van mijn team, dat iedereen open is om te leren. Ja, en de beste versie echt van zichzelf te worden en verder te ontwikkelen. Ja, precies, ja. Ja, ja, mooi. Ja. Heel mooi. Hey, en kijkend naar de toekomst, volgend jaar, heb jij een grote droom voor ogen? Sowieso natuurlijk. Het zou top zijn als ik weer kan terugbouncen naar waar we waren. Want COVID heeft natuurlijk ieder bedrijf geraakt. Maar de droom is wel om dit bedrijf verder uit te bouwen. Nog meer samenwerkingen aan te gaan. Wellicht dingen toe te voegen aan de collecties. Ik bedoel, mijn dromen zijn oneindig.
Dus even kijken in hoeverre de wereld dat toelaat. Ja. Maar volgens mij, als jij een stip op de horizon zet, dan komt het wel goed. Ja, ik denk wel dat alles in het leven manifesteren is. En dat dat gewoon, dat dat ook is hoe je in het leven het beste, wat je houding het beste kan zijn. En dat whatever er dan op je pad komt, dat dat ook de weg is voor je. Dat klinkt heel gelovig. Is ook redelijk gelovig. Maar ja, goed, ik denk dat dat wel de kracht van het leven is. En misschien wel van ons bedrijf. Ja, maar zo geef jij richting. Ja, heel mooi. Wel. Ja, nee, maar dat is heel mooi. Ja. Hey, dankjewel voor je gouden tips. En ik geef jou een elleboogje. Dankjewel. Dank.